de geven en niet aan ja. Button. Nou nee, maar had hij deze race niet gewonnen? Dat ook weer dan. Dat is een verschil. Precies. Hij is er bijna. Nick de Vries op weg naar de overwinning in de vijfde race van 2017. De zesde, sorry. De sprintrace op het circuit van Monaco. Nick de Vries uit Sneek, uit Nederland. Luister dan even naar Sette Camera. Maar belangrijker is dat hij hier door start en finish komt. Daar is een zwart-wit gebottenwacht. Nick de Vries uit Nederland heeft hem te pakken. Dan die hele trein achter Cecotto. Gaat die tweede worden Cecotto? Ja, een dubbel voor Apex. Alja voor derde. Voor de twee mannen van Russian Time, Markelov en Kyoto daar nog voor. En dan Albon, Matsushita en King. En dan zijn de mannen dus punten scoren door finish 1. Over de finish 1 moet je zeggen. Wat een overwinning voor Nick de Vries. Ja, ja, geweldig. Een diepe buiging. Aangeschoten door Rollins. Maar goed, die gaat nog geen punten mee scoren samen met Fuoco, nummers 9 en 10. En dat nog te bedenken dat Nick de Vries eigenlijk de man was na de kwalificatie die twee straffen op zijn naam had staan. Die daar vanaf plek 14 moest starten in de eerste wedstrijd. Achteraf misschien wel een geluk bij een ongeluk, zou jullie kunnen zeggen. Ja, hij heeft het geweldig gedaan. Gisteren een hele goede race gereden om echt naar goed naar voren te komen en 7 te worden. En vandaag gewoon via de reverse grid op plek 2 te komen. En met een mega start. Nee, maar stel dat je vanaf de 10e plek ongeveer mag starten of zo, dan word je misschien, als het allemaal mee zit, derde, vierde, vijfde of zo, kan je ook op het podium staan. En dan zijn die kansen om in Monaco om daarna te winnen. Dat is het leuke aan die Reverse Pole.